Laat ze maar even door, Pieter. Oké, okay. Ja. De liedjes hebben wij natuurlijk niet zelf geschreven, dat begrijpen jullie beschreven. Ik ben er geen eerste liedjes, tenminste. Nou, één keer per drie jaar schrijven we een eerste liedje. Maar de rest is tweede liedje. Maar hoe dan ook, dit lied heeft een zeker dramatische zijngeschaamd. Wat moet er meer over? Nou, ik wil wel iets over vertellen. Ja, nou, wil zeggen niet over het liedje, maar over Luc naast mij. Die de fluiten, Tin Wissel en nog andere fluiten speelt. Hartelijk applaus voor Luc. En dan is Charles aan de basgitaar en mondharmonica en zo. De rest komt zonder. Dus kloon, ik ben hardcore. You go.